Voor het tweede jaar op rij speelde ADO Den Haag de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen tegen het Leidse Lugdunum. Na een training in de ochtend arriveerde de voltallige selectie van ADO Den Haag rond 2:30 op de Kikkerpolder. Bij de eredivisionist uit Den Haag zijn inmiddels heel wat Leidenaren actief. Naast manager voetbalzaken Jeffrey van As en hoofdtrainer Fons Groenendijk komen ook spelers Mats van Kins, Delano Ladan en Erik Valkenburg uit Leiden. Die laatste moest wel geblesseerd vanaf de kant toekijken. Na een mooi eerbetoon aan de onlangs overleden Lugdunummer Gijs Collé junior, vloot scheidsrechter Dick Jol om 3:30 voor de start van de wedstrijd en probeerde beide ploegen een beter resultaat dan de 0-6 van vorig jaar te behalen. Lugdunum hield lang stand en kreeg zelfs nog enkele kansjes, zoals hier van Mike Albers die een mooie paas van Hoesin Bezaai goed meeneemt, maar uiteindelijk niet tot afronding komt. In de 39e minuut was het dan toch ADO Den Haag dat de score opende. De Chinese spits Yuning Zhang, die voor het eerst in het shirt van ADO speelde, werkt op fraaie wijze een voorzet van Tijn Goppel binnen. In de tweede helft was het hek van de dam. ADO kwam met een volledig nieuw elftal uit de kleedkamer en de hitte van de dag kreeg vat op de selectie van Lugdunum. Op aangeven van Ilson Hooy tikte Hakim Araba zijn eerste van de dag binnen. Even later was het weer Hooy die aan de basis stond van het volgende doelpunt. Na een mooie actie dwong hij keeper Jeffrey Loosen tot een redding die de bal vervolgens panklaar op het hoofd van Leidenaar Mats van Kins legde. Na een tekorte bal van Hoesin Bezaai, die aan Leidse kant als een van de weinigen de hele wedstrijd speelde, wist Araba zichzelf alleen voor de keeper te zetten en schoot beheerser 0-4 binnen. Araba was ook weer betrokken bij de 0-5. Met een steekballetje op maat zette hij de 18-jarige jeugdspeler Maarten Rieder vrij voor het doel die vervolgens volbloedig afrondde. Vervolgens was het weer Hooy met nummer 77 die voor de derde keer een doelpunt voorbereidde en Hennels Asmelas schoot onhoudbaar binnen. Het laatste doelpunt was van Danny Bakker. Keeper Fatih Kiraj leek redding te bieden, maar de bal rolde toch nog over de doellijn en zo werd de eindstand bepaald op 0-7. Ja, we wisten dat het zwaar zou worden, vooral met deze temperatuur. Allemaal nieuwe jongens, maar ik ben wel tevreden. Tevreden over hoe we hebben gespeeld en ja, het is verlopen. Het was een leuke middag. Ja, het is wel een beetje een kopie van vorig jaar, denk ik. Eerste helft wat moeizaam. Ik was te laag tempo. Tweede helft ging dat een stuk beter. En ja, daar wordt Lugdunum ook wat vermoeid. En dan hebben we denk ik wel een paar goede goals gemaakt. En, ja, al met al, het is de eerste partij. We zijn een week bezig en nooit te veel conclusies aan verbinden. Maar het is wel weer goed om bezig te zijn. En jullie hebben allebei Leidse roots. Hoe was het om hier in Leiden het seizoen te starten? Leuk. Veel bekenden. Mijn ouders, vrienden. En ja, ik heb hier vroeger in de jeugd ook veel gespeeld. Dus altijd leuk om hier terug te komen. Ja. Ja. Bij welke clubs heb jij gespeeld, Mats? Begonnen bij Meerburg. Toen naar UVS. Toen weer Meerburg. En toen bij RCL. Ja. Delano, jij bij Dokkels begonnen dus? Ja, ik ben bij Dokkels begonnen. Toen heb ik 2 jaar in de mini-F gespeeld. En toen de overstap gemaakt naar een BVO. En hoe is het voor jou om hier in Leiden dan te spelen met ADO? Ja, natuurlijk is het altijd speciaal om terug te komen hier in Leiden. Zoals hij al zei, de familie, vrienden, kennissen, iedereen komt kijken. Jij bent een van de spelers die er van vorig jaar nog bij was. Ook de hele wedstrijd gespeeld. Hoe was het? Ja, leuk. En natuurlijk ook gewoon leuk voor Lugdunum dat we weer zo'n wedstrijd hebben. Maar voor mij is het ook wel gewoon leuk om te zien dat het publiek en de mensen hier er weer van kunnen genieten. Maar het leukste is ook dat je weer een nieuwe ploeg hebt. En ja, ik ben onwijs eigenlijk positief verrast. Hè. Je moet nog bijna helemaal opnieuw bouwen. Ja, we zijn er volgens mij alleen maar beter op geworden, eerlijk gezegd. Hoe is het om weer terug in Leiden te zijn? Ja, het is altijd goed. Voor mij natuurlijk hier echt een thuiswedstrijd. En, ja, kijk, Lugdunum is een hartstikke leuke club. Ze doen de best om, dit is de tweede keer dat we dit doen. En, ja, het bevalt ons goed hier. We hebben heel lang de nul kunnen houden, best wel lang. Eigenlijk was de 1-0 niet echt nodig, maar we hebben zelf ook geen kansen gecreëerd. Dus eigenlijk zat een doelpunt er niet in, terwijl dat was voor onze doelstelling. Dat we wel een goal gingen maken, dus dat was wel jammer. Ja, wat verwacht je voor volgend jaar met zo'n ploeg?
Ja, ik durf het wel te zeggen dat je gewoon bovenin mee gaat draaien. We hebben echt wel hele goede voetballers erbij. En ja, ik moet zeggen, het zijn ook hele leergierige jongens. En dus dat maakt het alleen maar leuk voor ons als oudere spelers om dat soort jongens ook een beetje ervaring mee te geven. En ze luisteren ook. En het is gewoon eindelijk weer is gewoon voetbal zoals voetbal moet zijn. En hoe ging die eerste wedstrijd? Mats, jij scoorde. Ja, het zat altijd weer even, natuurlijk even wennen. Het is altijd anders dan trainen. Maar voor mijn gevoel, ik ben natuurlijk niet helemaal 100% nog, maar wel onwijs lekker. Ja. En natuurlijk een goaltje meegepikt. Ja. En wat betekent dit voor komend seizoen? Helemaal niks eigenlijk. Je hebt leuke spelers gezien. Het zijn veel nieuwe jongens. De jongens die zijn gebleven zijn ook, zag je ook dat er positieve jongens zijn. Dus wat belooft dat, ja, dat moeten we wel nog allemaal zien. Maar je hebt in ieder geval potentie in de groep. En een leuke groep, laat ik het zo zeggen. Wat wordt seizoen 2018-2019 voor jullie? Ja, het zal moeilijk zijn om het te evenaren natuurlijk. We hebben een prima jaar achter de rug. En we gaan er natuurlijk alles aan doen om dat weer te doen. Om weer in dat linker rijtje te spelen. Maar het zal niet eenvoudig zijn, dat weten we ook. We zijn nog steeds ADO. Daar moeten we iedere wedstrijd heel hard voor werken. Maar dat weet deze groep. En we zijn nog niet compleet. Er komen nog wat jongens bij. Dus al met al staan we er denk ik wat beter voor als vorig jaar rondom deze tijd. En hakt het er dan in zo'n eerste wedstrijd? Want jullie zitten allebei in het ijs. Ja, dat is altijd na de wedstrijd altijd wel even lekker. Maar ja, ik ben wel kapot, ja. Ja, ik krijg altijd wel tikjes, ja. En hoe heeft de groep deze wedstrijd beleefd? Ja, super voor sommige jongens. Is natuurlijk helemaal geweldig. Hè? Er zitten, sommige jongens zijn 17, 19. Ja, dat is voor hen natuurlijk geweldig dat je nu tegen de profs moet voetballen. Ja, en ik weet uit het verleden dat het natuurlijk voor de profs altijd zoiets van, deze wedstrijd gewoon goed doorkomen. Maar voor ons was het gewoon onwijs leuk om dit mee te maken weer.